Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag maandag 2 augustus. Vandaag in dit journaal. Vaccineren in het binnenland loopt niet vlot. Enorme drukte bij de Hermitage Mall. COVID-maatregelen worden niet nageleefd. Dr. Vern Nanhu van de afdeling epidemiologie van BOG waarschuwt voor verscherping van de maatregelen. Influencer Tessa Zendaar maakt Hermitage tafereel van dichtbij mee. Onderdirecteur bij de medische zending, Maureen van Dijk, zegt in gesprek met het COVID-19-journaal dat het vaccineren nog niet zo vlot verloopt in het binnenland als in de stad. Niet alleen de bereidwilligheid onder de bewoners speelt een rol, maar ook de financiële middelen zijn daar een oorzaak van. Maar de onderdirecteur geeft aan dat er inmiddels financiële middelen zijn vrijgekomen om projecten uit te voeren. Om vooral de binnenlandbewoners bewust te maken over het vaccin. Ook geeft ze een uiteenzetting over de onlangs gehouden bezoekjes aan het boven-Suriname gebied. Het vaccineren zelf verloopt nog. Het loopt niet zo snel als in de stad. Toch? Daar zijn er vele redenen voor. En één is natuurlijk dat je de mensen... Die moeten nog voor zichzelf het besluit nemen van het is iets goeds om te doen. Na zo'n mekki brimis refi. Maar we hebben intussen financiën losgekregen. Dus we hebben goedkeuring gehad voor projecten die zijn ingediend bij verschillende donoren. En we kunnen dus shooten. De planning is er en ook hebben we, we zitten dus al in de uitvoering. We hebben, zoals ons plan oorspronkelijk was, om ons personeel te trainen. Daarmee zijn we dan vorige week gegaan naar het resort Drie Tabbetje. We hebben daar het personeel getraind. We hebben vrijwilligers van het Surinaamse Rode Kruis ook meegenomen. Zij zijn met ons in de gemeenschappen gegaan, in de dorpen en kampjes en hebben awareness building activiteiten gedaan. Betekent dat zij dus ook vragen en opmerkingen van de gemeenschap krijgen. En, maar ook die feeling hebben van, zo, deze mensen zijn nog niet ready. Eigenlijk zijn ze helemaal nog tegen. Maar ze hebben dus ook feeling gehad van anderen die wel twijfelen. Maar het is niet dat ze tegen het vaccin zijn. We zijn het afgelopen woensdag zijn we ook geweest naar Libidoti. En daar hebben we de kroetoe gedaan met het traditioneel gezag en met de bewoners. En er zijn, daaruit is dus gekomen dat men één... dankbaar was dat we zijn gekomen om de informatieuitwisseling te doen. En twee, dat er al mensen zijn die ready zijn om het vaccin te nemen. Er gaat een groep van ons om te vaccineren, het Stuwmeergebied. Ze gaan logeren bij Libidoti, maar ze geven dan, omdat ze een aantal avonden gaan overnachten, dan is er ook gelegenheid om verder gesprekken te doen met de lokale bevolking. Zodat zij dus ook, laten we zeggen, over de drempel kunnen gaan om het vaccin te nemen. Er zijn mensen die wonen in de Goudvelden, wonen en werken, die hebben zich geregistreerd bij de Malaria Service Deliverer, die daar actief is, zodat zij gevaccineerd kunnen worden vanaf zondag. Want dan gaan de teams daar aanwezig zijn in het Sara Creek gebied. Ondanks de vele waarschuwingen, voorlichtingcampagnes, lockdowns, noem maar op, ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus, blijkt dat velen onder ons het gevaar van het virus niet snappen. Een versoepeling van de maatregelen wil niet zeggen dat we vrij zijn. Het virus is er nog steeds. Als je kijkt op social media... Dan zie je video's waarbij een heleboel kinderen s'avonds rond de curfew die er is, dus de avondklok die er is, nog aanwezig zijn en groeperen en vechten en noem maar op. Zonder mondkapje. Dus ze worden gewoon, de regels worden gewoon niet in acht genomen, als het ware. En men denkt aan versoepeling,
betekent je bent vrij. Het betekent niet dat je vrij bent. Het betekent gewoon dat je wat meer ademruimte hebt om even je zaken te gaan regelen en te doen. COVID is er nog steeds. Het betekent niet dat je vrij bent om alles te doen wat je wil. Als dit gedrag van de burgerij zich blijft voordoen en de cijfers opnieuw zullen stijgen, zullen de maatregelen sowieso weer worden verscherpt. Vooral nu het Delta-variant dichtbij is en het binnenkomen ervan niet is uitgesloten. Dat is een zeer kwalijke zaak, want we zijn net in die afkoelingsfase, waarbij we weer een beetje gaan normaliseren weer. En dan krijg je weer zoiets die weer een cluster kan veroorzaken, waardoor je weer gaat moeten verscherpen. Dus die mensen die gestrest waren door die lockdown, die mensen gaan dus weer in die stress belanden, omdat andere mensen zich niet aan de regels hebben gehouden en clusters en uitbraak hebben veroorzaakt. Ik denk niet dat men beseft hoe ernstig dus die Delta is, hoe besmettelijker het is en hoe eigenlijk gevaarlijker het is. Althans, vooral voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Ik weet niet of mensen het nog als een conspiracy zien, die COVID. Maar zulke mensen heb je nog die niet geloven dat COVID nog bestaat. Dus ik hoop dat ze het wel heel snel gaan beseffen. En natuurlijk qua die jongeren vind ik het is meer de verantwoordelijkheid van de ouders om erop toe te zien dat 16 jaar, 18 jaar of jonger, dat je wel een oogje op ze gooit en ze die verantwoordelijkheden probeert aan te leren. Van hey, hoe verantwoord om mee om te gaan. We moeten iets zoeken om die jeugd te gaan te bereiken. Want de eerste orgaan die daar invloed op heeft, zijn de ouders. Het ligt bij hun. En daarna komen wij. Wij kunnen niet de rol van de ouders vervullen. We doen ons best om te helpen, die bewustwording. Maar je ziet het, we kunnen niet alleen. We hebben de hulp van die ouders nodig. Tessa Sendaar is geen onbekende op social media. Tijdens de verkiezingen gingen haar social media reportages viraal, totdat de roep om meer informatie omtrent COVID-19 groter werd. Ze voelde zich geroepen om de mensen van de juiste informatie te voorzien. In gesprek met het COVID-19-journaal zegt ze dat ze een bezorgde burger is, die alles dat ze op social media doet, kosteloos is. Ik word er niet voor betaald, maar probeer met mijn informatie zoveel mogelijk valse berichten te ontkrachten. Tessa Sendaar is een bezorgde burger die, wat mijn vriend vindt, kosteloos, want iedereen is dat ik betaald word, kosteloos probeert complexe materie simpel uit te leggen, zodat iedereen weet wat er gebeurt en zodat jij de beste beslissing kan maken voor jezelf als individu. Dat is eigenlijk wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Ik ben viraal gegaan tijdens de verkiezingen en omdat er heel veel onduidelijkheid was rondom de verkiezingen. En op een gegeven moment begonnen mensen me nou vragen over COVID te stellen, omdat COVID toen erg actueel was. Ik heb het toen op me genomen, omdat ook ik veel vragen had waar ik geen duidelijkheid over had, ben ik ook op onderzoek uitgegaan van wat is nou waar, wat is nou niet waar. En vanaf dat moment ben ik dus op onderzoek uitgegaan en probeer ik zoveel mogelijk fake news te ontkrachten. Van deskundigen hebben wij gehoord over het Delta variant, hoe hard die kan toeslaan als die zich eenmaal in Suriname bevindt. Het verspreidt zich veel sneller dan elk ander variant. Maar dat bepaalde mensen de zaak niet serieus nemen, hebben wij het afgelopen weekend weer eens mogen meemaken. Tessa Sendaar was afgelopen zaterdag voor privédoeleinden dicht bij de Hermitage Mall, toen ze zag wat er gebeurde onder de jeugdigen. Ze maakte dat van dichtbij mee. Ze nam polshoogte bij de buren en die gaven aan dat de politie reeds op de hoogte was gesteld. Toen ik zag dat de mensen de protocollen en de maatregelen niet in acht namen, voelde ik echt dit als mijn plicht, het gebeuren live te delen op Facebook. Om zo de mensen erop te wijzen hoe onverantwoord we omgaan met de regels. En dit betreurt zij ten zeerste. Nou, het was helemaal niet mijn intentie om iets te filmen dat niet gefilmd moest worden. Ik was toevallig hier bij de DA om boodschappen te doen. En het viel me op dat er opmerkelijk veel tieners op de gangen liepen. En nou ja, goed, je kijkt, je ziet 20, 30 tieners. Ik denk, oké, eind van de maand, prima, ze mogen hun ding doen. Dus ik loop naar binnen, ik haal mijn boodschappen. En toen ik eruit kwam, zag ik een paar buren kijken. Dus ik denk, ik ga even vragen van, hey, meneer, mevrouw,
is dit normaal? En toen bleek dat dit dus niet de gebruikelijke gang van zaken was hier en dat het na lang zo druk was. Dus ik zei nog van nou, hebben jullie de politie gebeld? De politie was reeds geïnformeerd. Maar die kinderen liepen nog rond. Dus ik zeg nou, ik ga dit wel even filmen. Omdat ik wel vooral belangrijk vind dat mensen de COVID-regels niet vergeten. Want we zijn allemaal corona moe, maar uiteindelijk moeten we wel die afstand houden en nu mond- en neusbedekking blijven gebruiken. En ik probeer dat ook steeds uit te leggen in mijn lives op Facebook. Dus ik zeg nou, dan ga ik nou wel live om even een verhaal eromheen te bouwen wat de gevaren hiervan zijn. En ik doe mijn camera aan en ik begin mijn praatje. Ik wil net beginnen met mijn praatje. En ik zie plotseling na 15 seconden kinderen rollen over de straat. Ik zeg, hey, dit is een fitty, wat gebeurt hier? En ik schrok van, ik was in shock van hoeveel kinderen, nou ik zeg elke keer kinderen, maar hoeveel tieners van alle hoeken en gaten kwamen. Dus er waren niet 20 tot 40 tieners, het waren honderden. En op een gegeven moment was ik wel in shock, want ze kwamen, je wist gewoon, het werd een chaos, je zag kinderen rennen, je zag een horde aan mensen. Daar heeft iedereen een mening bij. Er was heel, dus ik probeerde dat ook te begrijpen. Dus iemand zei, ja, misschien is er iets bij TBL. Dat bleek dus ook helemaal niet het geval te zijn. Die tieners hebben gewoon met elkaar afgesproken. Ik heb ook niets op Facebook gezien. Er was helemaal geen event, geen extra anything. En ze waren hier gewoon aan het lopen. Ik betreur het heel erg. Het was ook niet mijn intentie om mensen te exposen, want zo komt het nu over. Er was een groep tieners hier die hulp nodig heeft. Ik zeg ook, we zijn alleen maar aan het focussen op de veiligheid, de fysieke veiligheid van burgers, maar de mentale veiligheid van, of de mentale gezondheid van de burgers wordt niet voldoende aandacht aan besteed. Als jij tieners hebt die nergens te gaan hebben, ik ben ook tiener geweest, je wil gaan chillen met je vrienden, je wil mensen ontmoeten. En wat is er voor deze groep? Die ouders, iedereen heeft het wat moeilijker in Suriname. Iedereen probeert het hoofd boven water te houden. Iedereen beschuldigt ouders van waarom let je niet op je kinderen? Nee, die ouders moeten kiezen. Ga ik naar mijn kind kijken of ga ik eten op tafel zetten? Is een totally different ballgame. Dus we kunnen wel schelden op mensen, maar we moeten ons afvragen hoe komt het dat horden, want dit was echt honderden kinderen, tieners, naar de mall zijn getrokken zonder mond- en neusbedekking, zonder supervisie van ouders. Hoe is dat gekomen en hoe lossen we dit op? Want voor mij is het belangrijkste dingen goed praten. Doordat andere mensen komen zeggen, ja, want iemand zei me, kijk wat de regering doet. I don't care wat de regering doet. De slechte voorbeelden gaan we niet overnemen. We gaan de goede dingen overnemen. En dat betekent, hoe zorgen we ervoor dat deze tieners mond- en neusbedekking aandoen? En hoe houden we ze veilig? Want ze hebben begeleiding nodig. En we gaan niet kijken naar hoe zien die mensen eruit. Het is gewoon een feit dat er groepen zijn die achtergesteld zijn. En de identiteit van de Surinamer, we zijn het kwijt, we zijn het zoeken, we weten niet zo goed waar we mensen moeten plaatsen. Dus voor mij is het belangrijk, we gaan niet naar etniciteit kijken, we gaan vooral kijken naar welke groepen hebben nergens om te gaan. Want eigenlijk is dat het, hè. Toch? Ik bedoel, kijk naar Pagua. Pagua is een goed voorbeeld. We zijn met z'n allen op straat gegaan, want we waren het zat om de hele dag thuis te zitten. En we hebben een derde golf gehad. We moeten oppassen dat dit ook geen vierde golf wordt. Meteen na haar live-opnames op social media braken de reacties los. Men gaat ervan uit dat zij er speciaal voor kiest, of heeft gekozen, deze jongeren van de mall vast te leggen. Waarom gaat ze niet naar andere plekken waar er ook gefeest wordt? Ik betreur dat het fout gegaan is, maar ik heb daar geen invloed op. Dus ik probeer invloed te hebben op de situatie waar ik heb. En we moeten proberen vooral neutraal te blijven. Dat ding niet politiek te maken. En vooral kijken naar wat is het effect. Goed praten dat tieners unsupervised, zonder mond- en neusbedekking. Goed praten door te zeggen, ja, maar er is een feest bij MN. Nee, dat feest bij MN mocht er ook niet zijn. Als het er was. En dan rijdt iemand langs en dan zegt die persoon, vermoedelijk is de president hier. En iedereen roept, de president is hier. Ik heb niets gezien. Ik heb gezien een heleboel auto's en ik heb
Niet één persoon, ik heb volgens mij twee beveiligers gezien. Als dat een feest is, prima. En ik vind ook niet dat mensen mee moeten sturen om mensen te gaan filmen, want dat is niet wat ik doe. Ik heb ook mijn eigen leven. Ik doe alles gratis. Dus ik ben niet aan het ronddrijven van, waar kan ik een specifieke doelgroep exposen? Nee. Als ik iets zie dat niet goed is, maakt het me niet uit hoe je eruit ziet. Ik wil dat het opgelost wordt. En two wrongs don't make it right. Dus je kan iets dat fout is, niet goed praten door er naast iets te leggen dat ook fout is. Je kan me hooguit zeggen, dit is ook niet oké. Maar ik maak me daar niet eens druk, want ik heb niets gezien. Dus ik kan alleen reageren op dingen die ik feitelijk heb gezien. En niet dingen die emotioneel worden. En laten we wel wezen, niet alleen op Wakapassi is er Pagwa gevierd. Er is ook op terreinen Pagwa gevierd met familie. Ook dat is niet goed, want het mocht ook niet. Dus als ik dat had gezien, had ik het ook gefilmd. Dus we moeten ervoor zorgen. Het jammer is dat je specifieke groepen hebt die nergens hebben om te gaan. Dus die komen in het openbaar en dat zie je. En dan ga je zeggen, zie je, deze mensen misdragen zich altijd. Maar dat is het niet. Elk mens heeft behoefte aan vertier. Elk mens wil een keer naar een feestje. Elk mens wil chillen. De een heeft gewoon de locatie om het te doen. En dan hoop je dat het veilig is. En de ander niet. Dus ik zeg, hoe gaan we de playing field levelen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt? Let op uw kind. Geef uw kind ook de juiste opvoeding en informatie over het COVID-virus. Wijst u vooral uw kind op de gevaren die dit virus met zich meebrengt. Als uw kind uit huis gaat, vraag waar hij of zij naartoe gaat, zodat u op de hoogte bent waar uw kind zich bevindt. En met wie? We zien elke keer weer dat het voornamelijk jongeren zijn die de COVID-regels niet naleven. Oluku Depchin. Dit was het COVID-19-journaal voor vandaag. We gaan eruit met een boodschap van dokter Nanu. Ukako Yesibung en Arki Sabiji da Tradisi Abiftaki. Tot woensdag. Voor de bigisma. If you up your ching, is up for a lockdown before ferry. Economisch, mentaal, ik hier je. Want in een man de vrij. If in een look de chinfi, de chinfi go adoro se, de chara siki kwa in se, dat je zelf ook siki. En a uitbraak ik omoro bigi, dat a verscherping ook baka, dat je ook in lockdown baka. Dus dat is een soort visieuze cirkel, maar olanga, zolang iemand hoort is er even bon, kalm, dat je hoort naar die regels, dat a versoepeling kan komen, want dat wist je dat de cijfer het drop is aan je go boom. Maar if je nou hoort is er even naar de regel, als je even gaat lopen, dan heb je verscherpte maatregelen bakken. Dat allemaal is dan ook.